Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 6 juni 2016. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag is er morse en een wat gedetailleerder en heel actueel plaatje in PD 120. De laatste dagen worden behalve door warm weer ook geteisterd door schitterende tropencondities, iets wat vaak samengaat. Gisteren waren de mogelijkheden voor verbindingen op 70 centimeter en 2 meter uitzonderlijk goed. Heb je SSB, dan kun je vaak al met beperkte antennes gebruik maken van deze mogelijkheden, maar ook in FM gaat het prima. Op de repeaterkanalen is het vaak een kakofonie, maar op PI2 NOS en PI3 UTR ging het er, toen ik luisterde, heel gedisciplineerd aan toe. Diverse stations waren er QRV, ook Ian, Golf 7, Hotel Foxtrot Sierra, die zelfs met een 3-elements jagertje en een simpele Baofengporto vanaf het strand in zijn woonplaats werkte en absoluut ruisvrij over de repeater kwam. Ian, die dus helemaal in Eastbourne aan de zuidkant, nabij Brighton zit, is een van de vaste deelnemers op PI2 NOS. In het SSTV-plaatje in PD120 van vandaag is trouwens, met dank aan SWL Ron, een foto van Ian te zien met zijn 3-elements jagi op het strand in zijn woonplaats. Twee vossenjachten in Midden-Nederland binnenkort. Allereerst komend weekend een 2 meter Fox Mix jacht in Amersfoort. Dat is dus op 12 juni. Bekende locatie bij Leusden en de bekende tijden 12:30 voor inschrijven en 1300 uur voor de start. Tijdsduur van de jacht is 120 minuten. Wie het leuk vindt om van de frisse lucht te genieten is in Amersfoort aan het juiste adres, zo stelt de Amersfoortse groep. Geen idee trouwens wat een Fox Mix jacht is. Het weekend erop, op zondag 19 juni, een half uur later dan de week ervoor, vindt de Gooise recreatieve 2 meter vossenjacht plaats. Inschrijven vanaf 1300 uur, start 13:30, maximaal 5 kilometer en maximaal 2 uur. De jacht is een 2 meter pieperjacht, waarin meer dan genoeg te peilen is, zo stelt de vossenjachtgroep. Het gaat dus om meerdere kleine vosjes, tussen de 144 en 146 megahertz. Zo'n pieperjacht is inderdaad erg leuk. Je hebt in elk geval genoeg te doen. Nadere instructies worden nog gegeven bij de start. Plaats delict is bij deze jacht de parkeerplaats bij paviljoen Heidezicht, randweg 203 in Bussum, aan de hoek Randweg en de Ruiterlaan. Er is parkeergelegenheid en bij slecht weer kun je op PI2 NOS roepen of het doorgaat. Bij de Amersfoortse jacht komen vaak mensen uit het hele land om te peilen. Ik weet niet of dat bij de Goorse jacht ook zo is, maar dat kan natuurlijk wel. Er is op de site van de Veron trouwens een aparte vossenjachtkalender, dat wist ik ook niet, maar dat zag ik op veron.nl ineens staan. Deze is te vinden op ardf.veron.nl en dan schuine streep kalender.htm. Dus nogmaals, alfa romeo delta foxtrot.veron.nl, schuine streep kalender met een K, punt hotel tango mike. In deel 25 over antennes gaan we nog even verder op de stealth-antennes, oftewel hoe je een antenne kunt verstoppen. Een Moxon-antenne is in zijn eenvoudigste vorm een 2-element yagi, waarvan de uiteinden van de straler naar achteren zijn gebogen en van de reflector naar voren. De elementen worden zo met een isolator aan elkaar vastgemaakt, zodat uiterlijk de antenne een soort van rechthoek vormt. Dergelijke antennes laten zich uitstekend camoufleren als wasmolen. Desnoods kun je hem wat oversized uitvoeren, dat valt niet erg op. Op de begane grond werkt dat toch wat minder, maar als je een plat dak hebt en helemaal als dat gewoon toegankelijk is, dan valt zo'n antenne natuurlijk niet bijzonder op. Ook niet als hij misschien wat ongebruikelijke maten heeft. Voor de vorm zou je er af en toe wat was in kunnen hangen. Maar goed, de omgeving zal meestal ook niet zo heel snel iets tegen een ongebruikt wasrek hebben. Lijnen om de was aan te drogen lenen zich sowieso heel goed om als antenne te gebruiken. En wat is er tegen een dubbelfunctie, als je tenminste wel omdenkt om niet te zenden als er wat aangehangen wordt? Ja, een andere oplossing is misschien een tijdelijke antenne. Een tijdelijke antenne is vaak toegestaan als een niet-tijdelijke niet mag. Vaak is er voor zo'n tijdelijke opstelling ook geen vergunning nodig. Je kunt er ook voor kiezen om zo'n tijdelijke antenne, als hij tenminste snel kan worden opgebouwd, alleen tijdens donker buiten te hebben opgesteld. Tijdelijke antennes zijn dus in een aantal gevallen niet verboden en er zijn voorbeelden bekend van amateurs die geen antennevergunning kregen en die vervolgens een aanhanger of zelfs een hoogwerker kochten om als antennemast te gebruiken. Zolang je die maar af en toe verplaatst en inschuift is er in veel gevallen niets tegen in te brengen, hoewel er natuurlijk wel een gemeentelijke verordening kan worden gemaakt die zoiets niet toestaat. Thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Had je die goede condities nog gehoord? Wat bedoel je? Nou, al die Engelsen op de repeater. Ja, dat was heel opvallend. Ik probeerde nog Engels te praten, maar ik ben er niet zo goed in. Nou ja, let's hope dat er de rest van de week nog wat meer voor ons aankomt. Niet alleen de rest of de week hoor, van mij mag dit de hele zomer zo doorgaan. Heb je zin in koffie? Ja, lekker. Oké, ga jij maar even zetten dan, voor de Echolink gebruikers.